We naderen de Amsterdamse Westertoren. Het heeft een prachtig carillon, dat zult u wel horen. Al 34 jaar speelt hier in Mokums stadshart dezelfde bijaardier, Boudewijn Zwart. Dag. Hey, goeiedag. Zij Degen. Ik ben Boudewijn. Kun je nog een leuk liedje voor ons spelen? Ja, natuurlijk. Dan gaan we naar boven klimmen. Kom op. Hier is het dus. Ja, hier is het dus. Beste toren helemaal bovenin. Waar het carillon hangt achter het uurwerk. En hier speel ik elke dinsdag mijn muziek. Nou, laten we dan maar meteen beginnen met een mooie psalm. Het is prachtig weer buiten, dus ik stel voor psalm 19. Het ruime hemel rond. Hoe voelt dat nou, dat je de muziek voor de hele stad... Ja, dat is prachtig. Het is ook mooi van het instrument dat je zo'n hele stad bijvoorbeeld even onder een paraplu van een psalm kunt zetten. Ook in een stad als Amsterdam is dat natuurlijk prachtig om dat te doen. Want men hoort genoeg andere muziek, maar deze horen ze niet zo vaak. En ja, dat is leuk. Je bent natuurlijk in zekere zin een beetje een anonieme straatmuzikant op hoog niveau. Ja. Wat ga je nu spelen? Menuet van Mozart. Geleden hoorde ik een keer iemand op een trompet spelen beneden op de straat. Ik denk van nou, wat grappig. En hij speelde pam 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 pam. Ik denk van hey, dat liedje ken ik ook. Dus ik antwoordde vanaf het carillon met. En die man die denkt van krijg nou wat, dan komt mijn muziek komt vanuit de lucht, vanuit de hemel eigenlijk naar beneden vallen. En hij speelde weer wat en ik speelde weer wat. En toen riep hij op een gegeven moment ahoy. En toen deed ik het luikje open hier en toen keek ik naar beneden. En dan bleek dat het niet zomaar een trompetist op straat was, maar het was een echte watermuzikant. Hij had een heel klein bootje en daar zit hij in en speelt hij op een trompet met zijn rechterhand. Met zijn linkerhand draait hij aan een draaiorgeltje en met zijn elleboog bestuurt hij het bootje. En sinds die tijd, zeg maar, spelen wij altijd even een soort jam sessie aan het eind van mijn concert. En ik denk dat die straks wel aankomt gevaren. Eens kijken of de meneer in het bootje er al is. Ja hoor, hij is er. Nou, dan moet je opletten. Want nu speel ik de begintune. En dan hoor je vanuit beneden de trompet terugkomen. Nu laat de watermuzikant het publiek ahoy roepen. Als ze het hard genoeg doen, kom ik naar buiten als een koekoek uit de toren. Ahoy! En dan gaat het eigenlijk weer dicht. Je hebt ook een eigen bijaard.
Ja, zeker. Ik heb een rijdend carillon. En als je die wil horen of wil bespelen, want dat mag ook, dan moet je naar de Ter Degen Fair komen op vrijdag 3 augustus. Dan ben ik er de hele dag. En dan kan je van dichtbij zien en voelen hoe het is om op een bijna te spelen.